deze video moet ik inbreken in 5 verschillende huizen, geheime puzzels oplossen, een onmogelijk dolf halen en word ik aangehouden door de politie. Ja, en dat allemaal in 1 video. Goed, we staan hier in de ruimte met Jan is een eend, Roemer is een kip en Ricio. Jongens, jullie hebben wat leuks voorbereid. Klopt. Wat is het? Ja, gewoon een map, zoals je hem kent. Oké. En ja, je ik denk dat ik gewoon van start kan gaan, hè? Ja, ik heb hier de startknop. Je hebt de startknop gehouden, voor me. Oh, ik ga hem gelijk plaatsen. Hey, ik wens je succes. Ja, succes. Kijk, ik wou zeggen, je bent de enige die daadwerkelijk een succes zegt. Nou, jongens, dankjewel. Ik ga beginnen. Ik ga op de knop klikken. In 3, 2, 1, ponk. Oh, kijk, die show, die deur gaat open. Oh, jullie staan ja, allebei nog. Ja, dat is wel vet. Dat is een prachtige deur, dit. Nou, jongens, laten we beginnen. Sorry als ik een beetje niet heel mega enthousiast klik, want ik ben op het moment ook ziek, maar dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Ik zie daar gelijk al een ladderparcours omhoog. Ten eerste, jeumig, waar ben ik beland? Het is echt mega hoog hier allemaal. Ik zie hier een grot, ik zie hier een doolhof. En ik wil denk ik als eerste parcours doen. Ik weet niet waarom. Ik denk dat het parcours leuk is om mee te beginnen. Dus laten we daar gewoon omhoog klimmen, zo. En het ziet er niet extreem moeilijk uit. In principe is een ladderparcours wel meestal moeilijker dan normaal. Maar moet goed komen, moet goed komen. Oh, oké, zo. Oh, gaat goed, gaat goed. Hierheen, hier. Nee! Oh, dat ging goed, oké. Oh, ik viel later nog op het laddertje. Hierheen. Oh, ik ben echt een ei. Kom op. Ja, let's go. Oké. Oh, oké. Dit is te doen. Nu kan ik niet meer falen. Als ik faal, val ik dood. En dat is niet de bedoeling. In één keer door, hè. In één keer door. Boom, boom, boom. Hoppakee. We zijn boven aangekomen op de berg. Ik hoop dat ik hier in één keer heen kon. Ik zie daar rood is nummer 1. Misschien dat ik nummers moet gaan onthouden met kleurencombinaties. Dus laten we zeggen... Rood hierboven is 1. Rood 1. Ik denk dat ik zo meteen namelijk een kleurencombinatie nodig heb. Wat hebben we hierboven? Het is een stoeltjeslift? Nee, dit is geen stoeltjeslift. Wat zeg ik? Het is in ieder geval een parcours. Het lijkt op een stoeltjeslift. Oké, een kist met veren. Die gaan we meenemen. Ik weet niet of ik er iets aan heb, maar die nemen we gewoon mee. Dan kan ik hier omhoog parcouren, zo. Moet ik daarheen? Hoe ga ik daar komen? Ik denk niet dat ik daar kan komen, eerlijk gezegd. Nog niet op zijn minst. Ik weet het niet. Ik denk niet dat het de bedoeling is dat ik daarheen parcours. Oké, laten we naar beneden gaan weer. Ik denk dat ik boven hier alles wel gehad heb. Moet ik even oppassen dat ik niet dood ga. Ik heb mezelf opgesloten. Ik ga hier doorheen slopen. Zo. Jongens, ik zie jullie hier bij het kamp zitten. Hebben jullie wat eten voor me? Gewoon steak of zo. Gewoon een half stekje steak. Oh, kijk. Daar komt het al. Oké, rood 1. Dan ga ik nu het doolhof even in. Even kijken hoor. Wat kan ik hier allemaal in het doolhof vinden? Tot nu toe helemaal niks. Misschien als ik de andere kant op ga. Neem aan dat er wel iets is in het doolhof. Daar ga ik in ieder geval vanuit. Volgens mij is er letterlijk niks in het doolhof. Ik ben nu al een tijdje aan het ronddwalen. Oh jawel, een trapdoor. Oh, gelukkig. Oké, laten we naar beneden gaan. Bonk, hoppakee. En daar blauw, 8. 8, moet ik 8 nummers vinden? Het gaat echt van 1 gaat het naar 8. Oh mijn god, oké, ik heb ladders gevonden. En een flint en steel. Is het TNT? Ik ga de TNT opblazen hier. Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar we gaan het wel doen. Want ik denk niet dat ik er anders uitkom. En ja, dit was... Nee, dit was niet de bedoeling. Jawel, dit was wel de bedoeling. Oké. Spulletjes ga ik even wegdroppen. Die heb ik niet nodig. Zo. Dan heb ik hier nu ladders om omhoog te klimmen. Zo. Hoppakee. Ja, jongens. Oké, dit moeten we even goed doen. Hoppakee. Nou, terug omhoog. Blauw 8, rood 1. Dan komen we hier nu in een grotje aan. En ik vraag me af waar dit eindigt. Oh, dit eindigt weer hier. Oké, maar waar kan ik die code nu... Of die code, die nummers nu gebruiken? Moet vast ergens ook wel nut voor zijn, toch? Oh, ik kon trouwens hier gewoon opklimmen. En dan had ik het doolhof makkelijker kunnen doen. Laten we even hier kijken in de farm. Hallo, jongens. Hebben jullie een hint voor mij? Oh, goud 4. Of nee, geel 4. Ah, oké, gaat goed. Ik sloop de farm, maar let daar niet op. Oké, ik heb nu 3 nummers, jongens. En op zich zou je dan zeggen... Dat dat genoeg zou zijn... Maar voor wat? Hey, hier. 8 ook op oranje. Dus oranje 8, blauw 8, geel 3 volgens mij en rood 1. Wacht, ik ga nog één keer geel kijken. Ik heb nu 4 nummers gevonden. Oké, jongens. Ik heb ze alle 4 ga ik vanuit. Dus laten we nu weer terug naar boven gaan. Want ik heb hier overal beneden gekeken. En er is letterlijk niks meer te doen voor mij hier beneden. Dus ik neem aan dat het boven is. Oh, dit gaat goed. Dit parcours. Jongens, hier, kijk dit. Parcoursmaster. Hoppakee. In deze grot ben ik natuurlijk al geweest. Ik heb 1, is rood, geel is 4, blauw is 8 en oranje is ook 8. Ah, hier is een ladder. Kijk, die had ik net... Hoe heb ik die net gemist, deze ladder? Hoe heb ik deze ladder net gemist? Oké, hierboven even kijken voordat we dat parcours gaan doen. Is hier nog iets nuttigs? Misschien toch nog een 5e nummer? Maar 4 klinkt logischer voor mij. En er is hier ook helemaal niks boven. Oké, dan
Oh, ik moet parcouren. We moeten parcouren. Ik kan niet over het randje lopen. Maar het is een redelijk simpel parcours. Dan daar erin, hoppakee. Hier erop klimmen, hierheen. En ik gok dat ik hier dan de code moet gaan invullen. Even kijken. Wat hebben we hier? Ja, jongens. Een code. Vind een code en plaats de sign op de juiste wolblok. Oké, prima. Komt-ie. Rood was 1. Groen was 4. Nee, 8. Had ik groen gevonden? Huh? Ik dacht dat het oranje was. Dit is 4. En dit is ook 8. Volgens mij klopt dit. Klopt dit? Dit klopt niet. Huh? Hè? Heb ik dit verkeerd? Is dit 7? Nee, toch? Oh, wacht. Ik heb een handle gekregen. Ik heb een handle gekregen, jongens. Dat had ik niet eens door. Kijk. Hoppakee. Ik had niet eens door dat ik een handle had gekregen. We zijn in, denk ik, level 2 aangekomen. Oh mijn god, waar zijn we? Wat is dit nou weer? Hallo, waar zijn we? Hallo. Ja, gewoon in onze stad, in ons dorp. Oh, in de stad of jullie dorp. Gezellig, wat een mooie rood. Is dit een fietspad? Ja. Oké, leuk. Laten we even de huisjes gaan kijken, jongens. We hebben hier een gouden sleutel nodig. Die heb ik nog niet, zo te zien. Ik ga de deur wel open houden. Deze deur zit ook dicht. Deze is ook dicht, deze is ook dicht. En we kunnen wel... Oh, deze is ook dicht. Jeetje, alles is dicht. En hier is een klein gaatje, maar daar kan ik niks. Oké, even kijken. Moet ik misschien de tuin in? Van iemand? Even spieken hoor. Ik kan helemaal niks vinden. Oh, hier is Jokkebox. Ah, gouden sleutel. Kijk, dat was veel dichterbij dan verwacht. Dat ben ik! Jongens! Kijk nou! Is het mijn huis? Dan heb ik wel heel egoïstisch zo'n foto van mezelf opgehangen. Gewoon alleen mezelf. Oké, hier is een barrel met een lappie sleutel. Handig. Oké, die kunnen we gelijk hierin. Dan is daar een sleutel voor een diamond deur. Ik zie hier ook een ventilator. Oh nee, niet. Dat is gewoon lampjes. Is dat beneden of boven? Ik denk beneden. Even kijken. Oh, hier is een dolhof. Oh nee. In de kelder. Een kelderdolhof, jongens. Oké, hier doorheen zou dat het zijn. Nee, dat is niks. Loopt dood. Hier doorheen dan. Dan hierin en eronder door. Dan hier doorheen. Dit moet het wel zijn. Dit moet het wel zijn. Ja, kijk, hoppakee. Dan gaan we hier een barrel in. Huissleutel nummer 4. Ah, oké. Nu kunnen we een ander huisje in. Laten we dan ook gelijk kijken waar huis nummer 4 is. En ik hoop dat dat mijn buurman is. Ja, dat is mijn buurman. Hoppakee. Oh, waar moet ik hem nog plaatsen? Hier. Oh, hier zo. Kijk, dan hebben we hier een deur deze kant op. Een beetje hetzelfde huis, maar dan gespiegeld. Klimmen we hier omhoog. Parcouren we hierheen. Parcouren we het hoekje om. Zo, pas op voor de... Ah, ik wist het. Oppassen voor die lantern. Stinklantern. Hier zo, kijk. Nee, ik knalde tegen het dak aan. Kom op. Ja, oké, hierheen en dan hierheen. Zo, jongens. Huh, moet ik dit sprongetje dan halen? Oh, zo. Hey, een kissie. Een huissleutel nummer 6. Kijk, dat is mooi. Kunnen we makkelijk teruglopen zoals dit? Gaan we naar huis nummer 6. Ik denk dat ik alle huizen gewoon langs moet. Dan is de huis nummer 6. Zal dit hier links wel zijn? Ja, huis nummer 6. Gaan we naar binnen. En dat zal wel weer hetzelfde huis zijn, maar dan gespiegeld. Maar elke keer is het anders binnen. Hashtag 1. Groen, rood, oranje, blauw. 1, 2, 3, 1. Wat is dit? 1, 1. 1 groene, 1 rode, 3 oranje. Oké. Wat is de bedoeling? Wat is de bedoeling? En wat hebben we hierboven? Oh, ik moet ze nabouwen. Ik moet ze nabouwen, dat meen je. Oké, hashtag 2. Hashtag 2 kan ik, jongens. Hashtag 2 is deze. Dat is gewoon pong, 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 pong. Oké, prima. 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 Dit gaat goed komen. Zo. Ik heb weer gewoon... Ik ben het alweer vergeten. Zo, zo. En dan... Tonk, tonk, tonk. Hoppakee. Dan is dit is... Wat is dit? Blokjes zakken. Droppen naar deze game. Oh, ja, maar die heb ik toch niet nodig. Geen zorgen. Welk nummer is dit? Hashtag 1. Volgens mij was dit hashtag 1... Dat is, even kijken, 3 oranje in het midden. Dan 2 rode links en blauwe rechts. Oh, oké. Hier. Boom, boom. Oh, en dan die erop. 2 rode hier, een blauwe hier en een groene hier. Juist! En dan de laatste is nummer 3. En nummer 3 heeft de meeste blokjes zo te zien. Oh, die is ook wel het moeilijkst. 1, 2, 3, 4, 5. Wacht. Oké, dit moet goed komen. Dit moet goed komen. Dit is zo, die weg. Oh nee, die was wel goed, sorry. Zo. En dan oranje hier. Dus de onderste laag. Dan groen hier en groen hier. Blauw erop, rood hierop en dan oranje. Hoppakee. Dit is goed volgens mij. Ja, we hebben de gouden sleutel gekregen, jongens. En dan hebben we hier huissleutel nummer 8. Leuke minigame, dit hele leuke minigame. Huissleutel nummer 8. Let's go, we gaan naar binnen. Oké, heb ik een lapje sleutel nodig? Die zal wel daarachter verstopt zijn. Even kijken. Oeh, ga ik die tevoorschijn toveren? Oh, wacht. Kom ik net aan bij als het goed is. Waar zit die? Oh, zit in het hoekje daar helemaal. Oh, jeetje. Oh, dan moet ik net precies op de pixel goed klikken. Oké, lapjes. Zo, dan gaan we door.
Dan moet ik hier via een ladderparcours omhoog. Moet goed komen, zou je zeggen. Oh, ik haat deze dingen echt. Ik haat dit soort ladderparcoursjes, jongens. Zo. Ja. Ja. Oh. Nee. Oh, laatste sprongetje. Okay. En dan ben ik er helemaal beneden. Oh. Oh, er zit slime onder. Ah, dat geeft me een tweede... Oh, never mind. Ik kan zeggen, dat geeft me een tweede kans. Oké. Ja. Oh, we hebben hem. We hebben hem. Oké, dit is een vervelend sprongetje. Maar we hebben hem. En deze ook. En deze ook. Dan gaan we hier rustig naar beneden zonder dood te gaan. Via de wolblokjes. Moeten we wel voorzichtig zijn. Ik heb geen zin om dood te gaan. Nu moet ik op die blauwe hier landen. Oké. Okay. Oh, er is gewoon water onder. Het was een dropper. Dat meen je. Ik denk ik moet gewoon via de wolblokjes, maar het was een dropper. Oké, waar zijn we? Shiften is verboden. Is het een quiz? A, B, C. Huh? Shiften is verboden met wat? Oh, ik moet het onthouden. A. Oké. Okay. Ja, je moet even terug en dan... Oh, hier rechts, sorry. Kijk, hoeveel k abonnees heeft Wand het nu? 354, 355 of 361? Nou, jongens, ligt eraan. Als jullie nu even abonneren, misschien 355. Maar we zitten nu op de 354. Dus dat is A. Volgende vraag. Oh. Werken in een voetbalstadion in Minecraft. Hoeveel weergave heeft de vorige video gekregen waar Roemer en Jan in zaten? Als het goed is, 54... Nee, 58k zelfs. Ja, bij welke video hoort deze thumbnail? Verstoppertje in de... gevangenis. Stiekem ontsnappen uit gevangenis. Nee, nee, nee. Minecraft met alles is ondersteboven. Minecraft met alles is op de kop. Nee, dit is gewoon stiekem ontsnappen uit de prison dan. B. Wat was een verstoppertje was het? Huh? Minecraft met alles is ondersteboven? Nee, dat klopt helemaal niet. Geen één van deze titels klopt. Bij welke video hoort deze thumbnail? Minecraft met alles is ondersteboven. Nou, dat is fout. Dat is fout. Dit is verstoppertje in de gevangenis, dit. Dat weet ik nog heel goed met Justin en Rick. Maar het is in ieder geval nu C. Wat is dit nou weer? Wat zei Kees waardoor Roemer hierop reageerde? Ajax is slecht, pak Jan aan. Zegt iets, zorg ik voor, Kees. Oké. Okay. Feyenoord en Ajax zijn nu beide geweest. Nu PSV. Zorg ik voor, Kees. Max volgende keer PSV. Ja, sowieso C. Voor een of andere reden. Ja, ik wist het. Ik wist het. Op welke plek is het team van Wandert geëindigd in het Royalistic Fortnite? Nou, jongens, hier wil ik het niet over hebben. Er deden 29 mensen mee en ik ben 27ste geworden van de 9. Gewoon bijna laatste in het Fortnite toernooi van Roy. Wat is dit? Wat is de meest bekeken video op het kanaal van Wandert? Ik liet 200 kijkers op één blokje staan. Ik liet 200 kijkers een kleur kiezen voor geld. Of Henkie gaat bij de politie. De meest bekeken video op mijn kanaal, jongens, is natuurlijk... Ik liet 200 kijkers op één blokje staan. Dat is A. Dat is A. Hoppakee. De quiz is gehaald. Gaan we nu terug omhoog. En ik... Jezus, wat een lange ladder dit. Oh mijn god, wat een ladder. En we zijn boven aangekomen. Daar hebben wij een sleutel nummer 9. Oké, en dan komen... Oh, dit wist ik dat dit hier zat. Dit zat verstopt. Sleutel nummer 9. Dat is als het goed is. Ja, dat is hier op de hoek. Nice. Dan kunnen we naar binnen. Hoppakee. Hallo, Riccio. Hallo. Hallo. Wat zijn we aan het doen? Oh, jemig. Hallo, Roemer. Wat zijn we aan het doen hier? Ja. Ja? Goed ja. Antwoord, ja. Hè? Ja, nee, dat is heel goed antwoord. Ja, nee, dat ik het even weet. Sorry? U bent aangehouden, meneer. Aangehouden? Oh, jee. Oh, wat heb ik gedaan? Voor de zoveelste keer. Wat heb ik gedaan? U leert er echt helemaal niks van. Ik heb sleutels gevonden van huizen. Ik ging gewoon even... Sleutels gevonden met inbraak. Op hete nee, ik heb niet ingebroken. Ik was wel in elk huis. En je mag even met me meelopen. Oké. Okay. Je leert er echt niks van, hè? In de tijd. Nee, ik weet het. Het gaat altijd zo. Altijd word ik aangehouden door jullie. Jongen. Waar gaan we heen? Oh, we zijn ook gewoon ineens in de gevangenis. Ook gewoon in... Ik weet niet hoe je de sleutel voor de portje ineens hebt. Nee, die deed jij open. Ik duwde hem. Ik ging duwen. En nu? Ah, het had nog wat los. Even wachten tot mijn collega eraan komt en dan ben ik zo terug. Ja. Goed jongens, het vervolg van deze video kunnen jullie zien in de volgende video. Vergeet zeker nu even niet te liken, vergeet zeker niet te abonneren. En dan zeg ik nu, deze video wordt vervolgd. Bam, bam, bam.